valt of op zijn knieën valt. Of we proberen we dat op te vangen, dat iemand niet te hard valt. En dat is over het algemeen iets wat heel door degene die dat overkomt, dat heel vredig en fijn en plezierig is als een aanraking van God, een aanraking van de Heer, die iets teweeg brengt. En ik wil er heel even bij stilstaan, omdat het kan onwennig zijn dat je denkt van, hé, er gebeurt iets raars. Maar het is op zich niks raars als de kracht van God in ons leven manifest wordt, als er iets gebeurt dat de hemel en de aarde elkaar raakt op zo'n moment, dat de kracht van God sterker is dan dat jij bent en dat je daardoor... Je bent niet buiten bewustzijn, het is niet zo dat je niks zou kunnen doen. Het is zo dat de kracht van de Heer over je komt en je daaraan overgeeft en je dan valt. Er is niks engs, het is ook geen doelstelling. We willen graag dat mensen vallen als we voor ze bidden. Dat mag. Ik wil graag dat datgene wat God wil doen in iemand, wat de Heilige Geest wil doen in iemand, dat dat kan gebeuren. Dat dat gebeurt en dat en of dat nou staand, knielend, zittend, liggend is, lachend of huilend, maakt mij niet uit als God zijn werk, als de Heilige Geest zijn werk maar kan doen. Dus voor degenen die daar ongewoon mee zijn en je wil me daar nog eens even over doorpraten, ik ga er nu niet heel veel aandacht meer aan schenken, maar kom dan eens naar mij toe of vraag Leonieke van het pastorale team of Remco van het gebedsteam of anderen uit het gebedsteam of andere oudsten die... Kun je rustig even aanschieten of joh, ik vind dat ik vind het een beetje spannend. Want stel nou dat ik ook graag naar voren zou willen, val ik dan ook of niet? Of dat soort dingen. Kunnen even mee gaan spelen. En dan wordt het hele ding wordt groter dan dat het de bedoeling is. Want wat ons verlangen is dat als God een oproep doet van is er iets waarvoor je gebed wil hebben, kom naar voren, want God wil je aanraken. En dat heeft niks te maken met alle dingen die daar rondom zouden kunnen gebeuren. God wil je graag zegenen. Dat is wat wij willen doen als gebedsteam. We willen voor je bidden, we willen je zegenen. De Bijbel zegt dat we mensen de handen op mogen leggen. Dat doen we ook. En wat er dan gebeurt is, dat leggen we in de hand van God. Maar mocht je daar vragen over hebben, wij zijn een gemeente waarin we graag willen bewegen in de beweging die de Heilige Geest maakt. Maar we zijn ook pastors, voorgangers, herders om voor de kudde te zorgen. Dus als er iets is waar je onprettig of onplezierig bij voelt, dan willen we daarover met je in gesprek willen we over met je praten. Want dat is altijd goed om dat te horen van elkaar en om daar ook rekening mee te kunnen houden. Nou, dat heb ik dan bij deze gedeeld, want het lag op mijn hart om daar even wat aan bij stil te staan. Ik heb 5 weken geleden gesproken over genade, aanbidding en geven. En dat onze houding, ons motief om te geven een reactie is op wie God voor jou en mij is. En niet een daad of een handeling om iets van God bij God voor elkaar te krijgen. Dat je geen grotere liefde van God kunt ontvangen als je nou zegt, nou laat ik nou maar goed mijn best doen met geven. Of laat ik nou maar goed mijn best doen tijdens aanbidding, dan is God aardiger tegen mij. God is altijd even aardig tegen je. Maar God is een goede God. En hij wil goede dingen aan zijn kinderen geven. Hij wil je zegenen. Dus die 2 onderdelen heb ik toen wat uitgediept. En terwijl ik daar nog over aan het nadenken was, dacht ik van, daar valt eigenlijk nog wel wat meer over te zeggen. Niet specifiek over aanbidding en geven, maar wel over proberen om goed genoeg te worden of accepteren dat je goed genoeg bent. Zijn. En ik heb daarbij de eerste 3 hoofdstukken van Efeze verschillende keren voor mezelf doorgelezen. Dat kan ik je adviseren om dat eens een tijdje te doen. Regelmatig de eerste 3 hoofdstukken van Efeze te lezen. Want dat gaat namelijk over identiteit. Over wie jij bent.
En dat is indrukwekkend. Paulus is natuurlijk ook wel, staat ook wel bekend om wat moeilijke zinnen en wat lange zinnen. En kan dat soms ook wel eens wat ingewikkeld maken. Maar gelukkig hebben we tegenwoordig ook Bijbels die wat eenvoudigere vertalingen hebben. Die proberen dan die hele lange zinnen van Paulus wat te verduidelijken, zodat ze wat beter begrijpelijk zijn voor ons. Dus ik preek tegenwoordig het meeste uit de nieuwe Bijbelvertaling, NBV 21. Ik gebruik ook nog wel eens een keer de HSV door elkaar, maar omdat daar toch wel ook wel wat woorden in staan die voor ons weer wat minder toegankelijk zijn, gebruik ik vaak nu de nieuwe Bijbelvertaling en de basisbijbel daarnaast. Want die is echt ook zo fijn eenvoudig geschreven dat je daar dingen weer in opvalt. Efeze 1 begint zo'n beetje met dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. En dat we voor het ontstaan van deze aarde uitgekozen zijn om als zijn kinderen te worden aangenomen door zijn wil. En in Jezus hebben wij onze redding door zijn bloed, vergeving van onze zonden en bevrijding ontvangen. Daar gaan we zo meteen bij stilstaan bij het avondmaal. Dat stukje. Jezus is voor ons aan het kruis gegaan en daardoor hebben wij vergeving ontvangen en bevrijding ontvangen. Dankzij zijn rijke genade die hij in overvloed aan ons geschonken heeft. In Jezus zijn wij ook, toen wij de boodschap van de waarheid hoorden, het evangelie van redding in hem, tot geloof gekomen. En hebben wij als voorschot op de erfenis het stempel van de Heilige Geest ontvangen. Dat staat allemaal in het eerste hoofdstuk. En dit hele stuk gaat over je positie. De plek die jij hebt ten opzichte van God. En vanaf het begin, lezen we dus in Efeze al, vanaf het begin van het ontstaan van deze aarde, dat God deze aarde ging maken, was het zijn bedoeling dat hij veel zonen zou krijgen. Veel zonen zou hebben. Dan zou je als vrouw misschien denken, of als meisje denken van, ja, dat is oneerlijk. Maar zonen betekent hier niet mannelijke kinderen. Het betekent volwassen kinderen, mannen en vrouwen. Paulus noemt hier zonen huios. Ik ga je niet vermoeien met Grieks, want ik ben daar niet goed in. Maar dit woord betekent opgegroeid volwassen kind. Het kan dus zowel een zoon als een dochter zijn. Daarvoor, voordat je huios wordt, ben je technon. En dan ben je dus tiener of jongvolwassene. En dan ben je dus in een bepaalde opgroeifase. En als die opgroeifase voorbij is, dan komt er in de Joodse traditie een ceremonie. Dan is een zoon of een dochter ongeveer 30 jaar. En dan wordt hij aangenomen als zoon. Aangenomen om autoriteit uit te oefenen over de familie. Op dat moment krijgen ze verantwoordelijkheid, rechten en privileges van het zoonschap. Dan ben je al lang kind, al vanaf je geboorte ben je kind. Maar op dat moment vindt er een transitie plaats van, je bent eerst nog jong en kun je nog een bepaalde verantwoordelijkheid niet dragen. Maar dan op enig moment word je aangenomen als zoon om erfgenaam, maar ook om te handelen met het familievermogen. Dat is waar dit woord op slaat. En dan tijdens zo'n ceremonie buigt zo'n vader zich over zijn zoon en die spreekt, dit is mijn zoon in wie ik welbehagen heb. En voor degene die deze tekst herkennen, dit komt 2 keer eerder voor. Als Jezus gedoopt wordt en op de berg van de verheerlijking. Dit is mijn zoon. Dit is mijn zoon in wie ik welbehagen heb.
En zo gebeurde het ook met Jezus. Op dat moment ontving hij autoriteit om te handelen namens de Vader. Ontving hij autoriteit om te handelen namens God. Hier op aarde. Toen begon zijn bediening. Dit gaat veel meer over karakter en betrouwbaarheid dan over gaven, talenten of kennis. Weten wat de cultuur en het hartsgesteldheid van de Vader is om namens hem te mogen handelen. Zonen en dochters van God die de aarde vervullen. Romeinen 8 vers 19 staat, de schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Op veel meer plekken in de Bijbel lezen we dat het Gods verlangen is dat zijn glorie en zijn heerlijkheid op deze aarde zichtbaar wordt. In Jesaja 11 vers 9. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Psalm 72 vers 19. Gelooft zij voor eeuwig zijn heerlijke naam. Laat heel de aarde zijn met zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen. Habakkuk 2 vers 14. Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer, zoals water de bodem van de zee bedekt. Dat is door het Oude Testament heen al, dat klinkt al, van dat is wat God graag zou willen. Zonen en dochters die opstaan, zodat de heerlijkheid van de Heer zichtbaar kan worden. Het gaat over positie, je plek innemen als zoon. Weten wie je bent. En als je eenmaal die keuze hebt gemaakt, als je zegt van Heer, ik wil bij u horen, we hebben erover gezongen, ik wil bij u horen, wilt u mij aannemen als uw kind, wilt u mij aannemen als uw zoon, dan is dat volgens mij, ben je een zoon. En het allerbeste voorbeeld daarvan is het gelijkenis van de Heer Jezus, als hij het heeft over de gelijkenis van de verloren zoon. De zoon, de jongste zoon, die zegt tegen zijn vader, pa, het duurt mij iets te lang voordat je doodgaat. Ik wil nu vast mijn erfenis hebben. En dat is geld en dat is een deel van de landerijen. En dan staat er en hij verkoopt die landgoederen, hij maakt daar geld van en hij gaat weg. En hij verkwist alles. En hij komt bij de varkens te zitten. En dan denkt hij bij zichzelf, ik kan beter naar mijn vader gaan om daar dagloner te worden. Ik ben het niet waard om nog langer zijn zoon genoemd te worden. Dat is het voorbeeld wat de Heer Jezus hierover geeft. Ik ben het niet waard om nog langer een zoon te zijn, want ik heb te veel verprutst. En dan gaat hij naar huis. En zijn vader ziet hem aankomen. En hij heeft zich voorgenomen, ik ga dat zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen u en tegen de hemel. Ik ben het niet langer waard om een zoon te zijn. Mag ik een van uw dagloners worden? Hij krijgt de kans niet eens. Hij krijgt de kans niet eens, want zijn vader valt hem om de nek. En dan zegt hij alsnog zijn ingestudeerde versje. En dan zegt hij, maar, zegt de vader dan. Haal een mantel, haal schoenen, haal de ring. Zorg dat er eten komt, want we gaan feest vieren. Want je bent altijd al een zoon geweest. Je bent je zoonschap nooit kwijtgeraakt door iets wat jij mogelijk verkeerd zou doen. Je bent je zoonschap niet kwijtgeraakt. Je komt terug bij de vader en hij zegt, je bent nog steeds mijn zoon. En dat is het allerbeste voorbeeld in de Bijbel wat ik zie, is dat dat het hart van de vader is. Dat je je positie moet weten. En deze jongen die bij de varkens zat, die was vergeten dat hij een zoon was. Zo van, ik ben dat niet meer waard. Maar Jezus zegt het hier heel duidelijk. Als je een zoon bent, ben je een zoon. En als je je mantel verspeeld hebt, krijg jij gewoon een nieuwe mantel. Als jij je ring verspeeld hebt, krijg je gewoon een nieuwe ring. Ik zet je weer op de plek van de autoriteit. Ik geef je weer het vermogen om te handelen namens de familie. En dat is positie.
Zijn positie is altijd zoon geweest. Toen hij bij de varkens onder de stront zat, was hij nog steeds zoon. Dat was hij niet kwijtgeraakt. En wij moeten onze positie weten. Als we door moeilijkheden heen gaan, als er situaties zijn in ons leven die tegenzitten, weet dat je een dochter bent, weet dat je een zoon bent. Al zit je onder de stront, je bent een zoon of een dochter. En hij maakt je weer schoon en zet je weer op die positie. Dek de tafel. Positie. En het is zo belangrijk dat wij vanuit die positie gaan leven. Het slaven, de knecht zijn of de dagloner zijn. Ben je nog iets beter dan een knecht? Geen dagloner, geen knecht, geen slaaf, een zoon. Leven vanuit het zoonschap. Want anders gaan we nooit handelen namens de Vader. Als je denkt dat je dat niet waard bent, dan ga je dat niet doen. Maar het is belangrijk dat we dat gaan doen. Dat je vanuit de positie, de plek die je hebt gekregen, dat je vanuit die plek gaat leven. Maar naast positie heb je ook conditie. Daar is het goed om daar nog eens even bij stil te staan. Want als je die twee dingen steeds door elkaar haalt, dan heb je steeds het idee dat je iets moet worden. Ik ga iets doen om iets te worden, maar je kunt niet meer worden dan een zoon. Dat is het hoogst haalbare. Je bent een zoon, je blijft een zoon, je bent een dochter, je blijft een dochter. Hoeveel je ook aan conditie doet, dat verandert nooit. Dat is een vaststaand iets. Maar je kunt wel iets met conditie. En daar heb ik het niet over in de sportschool zitten. Dat is ook belangrijk. Zeker als je net een weekje op vakantie bent geweest. Wij zijn vorige week een weekje naar een mooi vakantieplekje geweest. En daar is dan heel veel lekkers te eten en te drinken. En dan denk je aan het einde van de rit een beetje, zou mijn broek nog passen? Weet je, dat het allemaal zo lekker is. Dat je denkt, ja, het is nog één toetje dan. Zo'n lekker brownie cakeje bij de koffie. En dat soort dingen, die doe je dan. En dan denk je aan het eind, zo dan. Dus dat conditie is allemaal belangrijk, maar daar heb ik het nu niet over. Dus vergeet dat weer. Efeze 3 wil ik graag lezen. Ja, voor je het weet zit u al na te denken over van wat zou er hier bij de koffie liggen. Hè? Moeten we nog heel even vandaan blijven. Ik moet ook opschieten. Efeze 3 vers 14. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht, familie is dat eigenlijk, in de hemelen en op aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. En dat is de boodschap, dat is de titel van mijn preek. Leven in de volheid van God. En dat is niet alleen maar zijn weten dat je een zoon bent. Maar dat is handelen met het alles waar Jezus voor betaald heeft. Daarmee bewegen, daarmee leven, daarmee handelen. En dat gaat niks veranderen aan je redding. Want je bent een zoon en je blijft een zoon en dochter. Dan gaat daar niks aan veranderen. Maar dat is gaan doen waar de zoon voor bedoeld is. Zorgen dat de heerlijkheid van de Heer verspreid wordt zoals wateren de zee bedekken. Dat de liefde van God in elk hart van elk mens geplant gaat worden. Het is een indrukwekkend gebed van Paulus. Paulus verbindt hier gelijk weer het familiestukje aan vast.
naar wie elke familie in de hemel op aarde genoemd wordt. Onze naam, de familienaam, is zonen en dochters van God de Vader. Dat is positie. Maar we ontvangen ook heerlijkheid, glorie en rijkdom. Als er staat rijkdom, dan gaat dat over veel meer dan financiën. Maar het gaat ook over financiën. In Filippenzen wordt hetzelfde woord gebruikt en dan gaat rijkdom over geld. Dat God je wil zegenen. Met kracht gesterkt te worden. Door zijn geest in de innerlijke mens. Dat doe je iets mee. Dat heeft iets te maken met relatie. Je hart verbinden met het hart van de Vader. Om te weten wat er in zijn hart is. Zodat het ook in jouw hart is. Zodat datgene wat in jouw hart is ook in het hart van de ander kan komen. Als je daar niks voor doet. Als je dat gewoon langs je op laat gaan. Dan ben je nog steeds een zoon hoor. Maar ben je wel helemaal inactief. Dan wandel je niet in het plan wat hij voor je heeft bedacht. Om in deze wereld de heerlijkheid van de Heer over deze aarde te laten gaan. Want dat is in het hart van de Vader. Hij wil heel veel zonen. Niet alleen jou en het groepje wat we hier bij elkaar hebben. Maar hij wil veel meer zonen. De schepping wacht op het openbaar worden van zonen. En wie gaat ze vertellen dat ze zonen zijn? En dochters zijn? Wie gaat het doen? Dat moeten wij doen. Wij die ontdekt hebben dat onze positie onwankelbaar is. En dat we dus een opdracht hebben. Een opdracht hebben om zonen en dochters te maken. Waar maken ze die geen zonen en dochters? Te laten zien dat ze het zijn. Dat ze bij Jezus kunnen horen. Door Jezus kunnen ze bij de Vader komen. En dan zijn ze aangenomen als zoon. Om eveneens te handelen met het familiekapitaal. En dan gaat het niet over geld, maar dan gaat het over alle waarden van de hemel van het koninkrijk. Om daarin te wandelen. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Daar moet je iets voor doen. Dat zijn niet dingen die zomaar vanzelf gaan. Daar moet je aan werken. Ik heb de vorige keer iets gezegd over de Lidl. Je kunt bij de kassa vriendelijk zijn of niet. Als de liefde van de Heer niet in je hart gefundeerd is, dan kun je kwaad worden op iedereen. En al die mensen die kunnen er niks aan doen, want het zit in je eigen hart. Boosheid komt vooral eerst vanuit je eigen hart. Maar als je geworteld en gefundeerd bent in de liefde, heeft boosheid geen plek. Dat is werk. Word je niet heiliger van? Word je niet mooiere zoon of een geliefdere zoon van? Maar dat is wel het plan van God voor je leven. Dat Christus gestalte in je krijgt. Zegt Paulus op andere plekken. Dat hij zo groot wordt in jou. Dat er bepaalde dingen je niet meer, gewoon niet meer bij je horen. Dat is conditie. En aan je conditie moet je dus wel werken. Ik mag wel eens een keer met Pita meesporten. En dat is hard werken. Robert en Marieke doen ook mee. En dan zweet ons helemaal kapot. En dan heb je tot dinsdag spierpijn. Conditie moet je soms iets voor doen. Maar laten we nooit denken dat je dat stukje maakt dat je wel of geen zoon bent. Want onze positie staat vast. En het is belangrijk dat je dat weet. Dat je daar nooit vergeet. En dit stukje gaat dus over allerlei vormen van dingen die God voor jou voor ogen heeft. Hoe hij graag zou willen dat jij je ontwikkelt als zoon. Zodat je kunt handelen met het familiekapitaal. Datgene wat de waarden van het koninkrijk van God zijn. Jezus woont in jou. Jij bent de tempel waar hij in wilt wonen. Zodat je ten volle kunt begrijpen met alle heiligen.
is niet alleen dat jij het weet, maar met alle heiligen, wat de breedte en de lengte en diepte en hoogte is. Van de liefde van God. Paulus gebruikt heiligen voor alle mensen die bij die groep horen. Iedereen. Alle zonen, alle dochters. Allemaal. Om te kennen die de kennis te boven gaat. De liefde van Christus. Kennen is hier niet hier, maar kennen is ervaren. Ik heb ervaren wat de liefde van Christus is. Zodat ik die liefde heel makkelijk door kan geven aan die ander. Die dat ook zo nodig heeft. Om vervuld te worden tot heel de volheid Gods. Ik ga even een stukje doorscrollen. Anders komen we nooit in die brownie toe. God heeft ons dat gegeven om in dit leven mee te leven. Om daar je best voor te doen, als het ware. En het gaat niet over strepen op je mouwen of medailles. Maar het gaat om eren van Hem. Hem aanbidden met je leven. Hem aanbidden met je leven, zodat Hij door jou heen kan doen wat Hij graag wil doen. En dat is dat iedereen een zoon of een dochter wordt. Dat is zijn verlangen. Dat iedereen de zegen van de Heer mag ontvangen. Dat je als een wegwijzer zult fungeren. Mensen aan jou kunnen zien, wauw. Die God, die wil ik ook ontmoeten. Die Jezus, die wil ik ook ontmoeten. Ik wil ook een zoon of dochter worden. De hoofdopdracht van de kerk is de wereld laten weten hoe groot de liefde van God is. Voor alle mensen. En dat iedereen een bestemming heeft om in te wandelen. En dit stukje, in deze eerste drie hoofdstukken, spoort Paulus ons aan. 1, om te weten wie je bent, je positie. En 2, om te gaan werken, te gaan handelen, te gaan bewegen met de rijkdommen van het Koninkrijk van God. Voor deze wereld. Het is altijd nuttig voor de ander. Het gaat je niks opleveren, want je bent al gered, je hebt de hoogste status al behaald. Je bent al platinum. Je kunt niet hoger komen. Het enige wat er kan gebeuren, is dat je gaat wandelen in de bestemming die God jou heeft gegeven. Dat is zijn droom. Want dan is het die sneeuwbal die steeds groter gaat worden. Die steen die begint als een heel klein steentje en uitrolt als de grote steen. Waarbij heel de aarde bedekt zal worden met de glorie en de heerlijkheid van de Heer. Geloofd zij voor eeuwig zijn heerlijke naam. Laat heel de aarde met zijn heerlijkheid vervuld worden. Psalm 72, vers 19. Wat een mooi gebed is dat. Geloofd zij eeuwig zijn heerlijke naam. Dat is waar we mee beginnen. Uw naam is de hoogste, uw naam is de grootste, uw naam staat boven elke naam. Alle tronen en machten, regering en krachten, uw naam staat boven alles. En laat heel de aarde vervuld worden, amen, amen. Dan zeg je ja, dat wil ik, ja dat wil ik, dat is amen, amen. Dan moet jij het doen. Jij bent een zoon, jij bent een dochter. Ik moet het doen. Ik ben een zoon. Ik ben een dochter. Wie gaat het ze vertellen? Wie gaat het ze vertellen?
avondmaal, wat we nu gaan vieren, is geen maaltijd om je positie opnieuw te bevestigen. Als je het stukje brood neemt en de beker drinkt, dan word je niet ineens meer zoon of dochter. Je bent dankbaar dat je een zoon of een dochter bent. Je bent dankbaar dat Jezus die prijs betaald heeft, zodat die weg voor ons geopend is. Dat is wat we doen als we avondmaal vieren. Maar het verandert niet je positie, want die positie is er al. Misschien denk je van, ja, je hebt het nu al een paar keer gezegd, maar het is belangrijk dat we dat begrijpen. Dat aan je positie niks verandert. Ook als je een keer overslaat, verandert aan je positie niks. Maar je zegt, ja Heer, ik wil het avondmaal nemen. Want ik weet wat u gedaan heeft voor mij. Ik weet dat u aan het kruis bent gegaan, dat u in het graf bent gegaan, dat u na 3 dagen bent opgestaan. Voor mij, voor deze wereld. En daar ben ik dankbaar voor. U heeft de hoogste plaats. Daarom heeft hij gekregen de naam boven elke andere naam. Omdat hij gehoorzaam was aan dat stukje. Daarom heeft hij de hoogste naam gekregen. En daar zeggen we, ja, ja, ik wil dat nemen. Maar het zou zo jammer zijn als we daarbij zouden laten. Het zou zo jammer zijn als we daarbij zouden laten. Want ja, zijn bloed en ja, zijn lichaam is verbroken. Zodat wij alle rijkdommen van het koninkrijk van God kunnen nuttigen. En dan heb ik het niet over een goedkoop welvaartsevangelie. Of een of andere maakbaarheidstheologie. Nee, daar heb ik het helemaal niet over. Ik heb het over datgene wat Jezus belooft aan zijn discipelen. Waarin zij mogen wandelen. En als zij erin mogen wandelen, mogen wij erin wandelen. Waarom? Om ervoor te zorgen dat heel de aarde vervuld wordt met de glorie en de heerlijkheid van God. Dat is de bedoeling. Daar mogen we ook avondmaal voor nemen. Ja, Heer, ik weet dat uw roeping op mijn leven is. Ik weet dat ik geroepen ben. Ik weet dat ik geroepen ben en mag wandelen en mag handelen namens de Vader. In de naam van Jezus. De naam die is gegeven boven elke andere naam. Dat is de roeping die je hebt. Dat is de opdracht van de kerk in deze wereld. Weten wie je bent. En weten wat je roeping is. De conditie. In september stond er een artikel in de krant dat er elk jaar tussen de 2,5 en de 3000 erfenissen zijn die niet worden opgeëist. Of ze kunnen de familie niet vinden, of degene die iets zou erven, die weet niet dat er iets te erven is. Toen ik dat las, toen ik zo'n artikeltje lees, dan sla ik dat op en dan denk ik van, oh, dat is vast wel een keer te gebruiken in een preek. Want weet je dat het bij het Koninkrijk van God ook zo is? Dat er een erfenis is waar wij mee mogen, die wij mogen ophalen, die wij mogen ontvangen. En dat we zoveel laten liggen. Het is zo mooi dat wij die erfenis mogen ontvangen. Het is al gebeurd. Het offer is al geweest. En de erfenis die daaruit voortkomt. Dat je eeuwig leven mag ontvangen. En dat je dat leven hier op aarde mag leven in de volheid van God. En dat alles wat daarbij hoort, dat je daarin mag wandelen. Laten wij niet zo zijn als die mensen, die 2,5, 3000 mensen die erfenissen aan zich voorbij laten gaan, omdat ze denken van, ja, het is waarschijnlijk niet voor mij. Korinthe 10, vers 16 tot 18, daar staat, laat de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet delen in het bloed van Christus. En laat het brood dat wij breken en ons niet, laat
het brood dat wij breken ons niet delen in het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel we met velen één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. Kijk eens naar het volk van Israël. Is het niet zo dat allen die de offers eten, deel hebben aan de altaardienst? Als wij de maaltijd van de Heer nuttigen, worden wij een deelnemer. Net zoals Israël een deelnemer was met elkaar als geheel aan die altaardienst. Paulus gebruikt dit voorbeeld omdat dat heel dichtbij de mensen stond die op dat moment leefden. Van, oh ja, dat werkt zo. Dus als ze meedoen aan het offeren, aan het altaardienst, dan worden ze met elkaar, worden ze daar onderdeel van. Zo zijn wij. Als we het avondmaal nuttigen, als we de beker drinken en het brood breken, worden wij onderdeel, worden wij een deel van hetgene wat Jezus bedoeld heeft om hier op aarde voor te brengen.